Maar eerst gaan we kijken naar een bijzondere ster, Kim Holland. Ze verleidt een arme glazenwasser tot de vreemdste diensten. En daar krijgt hij het behoorlijk benauwd van. En ik ook. Kijk maar mee. In ons huis is Kim Holland te gast. Nou ja, de gast. Ze heeft net een portie pittige SM-seks achter de rug. Maar haar minnaar is er vandoor. En heeft haar gewoon vast laten liggen. Tenminste, dat moet de glazenwasser denken. Die volgens afspraak de boel komt doen. Is er iemand? Ja. Hi. Oh, wil je alsjeblieft even naar me toe komen? Even tegen mij? Ja, ja. Alsjeblieft. Hoe ga ik dat doen? Gewoon naar het raam? Ja, alsjeblieft. Ah, tuurlijk, geen probleem. Momentje, zit ik even de ladder er tegen. Dankjewel. Hallo. Wow. Ja, een beetje een rare situatie, ik weet het, maar lig je nu al zo lang. Kan je alsjeblieft even wat voor me doen? Natuurlijk. Zo fijn, joh. Dit is een beetje uit de hand gelopen spelletje. Wat kan gebeuren? En hij heeft me zo achtergelaten, dus heb je verstand van die dingen, die kloten? Want het is iets met 6 en een 9 of iets dergelijks. 6 en 9. Hoe heet je trouwens? Fanny. Fabian, hoi. Fanny. Keurige jongen. Ze heeft al zoiets meegemaakt. Nee. Dat is echt bizar, hè? Ja. Ik wil even een vriend, die komt al even langs met een. Met een tak. Oh ja, en. Kan je het ondertussen wel proberen? Ja. Probeer het even. Fijn je dan. Misschien is deze. Kan jij even wat voor mij doen, nu? Ik heb hier mijn vrouw en die zit vast met kettingen en die moet los. Ik ben serieus. Ja, daarvoor. Ik heb een kettingtang nodig of een slijptol om die mevrouw los te slijpen. Hier hoor maar. Echt waar? Zie je? Ik maak geen grapje. Die mevrouw die ligt hier al heel lang vastgebonden. En die heeft pijn en die wil er graag uit. Oh, ja. Moet even helpen. Ik neem dan nog een slijptol mee en een iets van. Hey, dit is geen grap. Dit is geen grap. Tot zo. Oh, wat fijn. Intussen is Fabian niet alleen glazenwasser, maar ook van de thuiszorg. Ik vind wel drinken ergens met mijn drinken nog staan. Nee, ja, zijn meer. Ja, als je iets. Wil je alcohol? Ja. Is een glaasje water. Nou, daar word je lekker warm van. Geef mij maar. Oh. Wat drinken? Ja, mag wel. Ja. Hé, dankjewel. Ah. Mag ik hier lopen? Ja, voor mij wel, zeg. Ken je mij? Ben ik in Holland? Ja. Oh, hallo Fabian. Hi Fabian. Ah, ook iets aan mijn been doen. Welk been? Ah, die. Deze? Die andere. Andere. Oh mijn godje. Kim krijgt kuitkrampjes. Oh, dat is fijn. Ja, dat helpt hoor. Een Hollandse massage. Ah, Fabian. Dat helpt. Ik ben er warm van. Oeh, beter. Veel beter. Nou, ik doe wel eens meer gekke dingen. Okay. Maar dit is volgens mij het meest bizar. Ik speel ook in films, weet je wel. Oké. Okay. Dus nou, ik wel eens gasten tegen. Ja. En gewoon normale films of speelfilm? Ik speel ook echt in pornofilms. Oké, okay, ja. Ja, dat is echt vet. Het is eigenlijk wel echt wat je gewoon. Gewoon echt seks, zeg maar. Ja. Gewoon lekker wild seksen. Dit is gewoon waardeloos. Nou zal je het hebben. Daar arriveert de wettige heer des huizes. Heel lief, Fabian, voor me. Dank je wel. Kimmy, ik ben er. Oh, God. Kim? Schatje, kom maar dan. Nee, in de kast. In de kast. Nee, schat. Schatje. Hey. Ja,
Wat? Ja, dat dacht ik ook. Wat doe jij daar dan? En wat doe jij daar? Ja, ik zal me even voorstellen. Nou, laten we even zitten. Ik heb hier even helemaal getrekken. Godsamme. Ik wil even weten van jou wat er aan de hand is, want hier geloof ik helemaal geen reet van wat jij nu aan het doen bent. Kom jij maar eerst eens even binnen. Nou, laat het maar even. Ik ben van de schoonmaak direct, daar zijn mijn spullen, ik ben glazenwasser. Ja, de glazenwasser wist ik dat hij zou komen, maar ik wist niet dat hij mevrouw ging lappen. Nou, ik heb nog niks gedaan, nee, want ik kom hier aan en er wordt naar me geroepen en ik kom... Ze zegt, kom even hier, dus okay, misschien ligt iemand ziek op bed en heeft iets nodig. Dus kom je kijken en mevrouw die ligt hier. Ik vind het helemaal, helemaal leuk. Hier, die champagne, man, die is toch hartstikke... Die is net ingeschonken. Condooms? Wat moet ik daar nou mee? Er komt een meneer aan met een slijptol. Met een slijptol? Zou je het heel anders vertrouwen schrijven? Ja, jij hebt me vastgemaakt. Nou, dat geloof je toch zelf niet. Je gelooft toch niet dat als ik thuis kom, dat ik jou hier zie, dat mevrouw vastzit met de kettingen, met sloten, met champagne, met de hele reuter met uit. En dan kom je ook nog met een verhaal over een man met een slijptol. Ja, heb jij me vastgemaakt? Nee, nee. Ik ben hier net de buren aan de overkant kunnen bevestigen. Hé, hey, wat is hier aan de hand? Nou, dat weet ik ook niet. Ik kom ramen lappen en ik heb mijn vrouw aan. Ja. Ik ben de buurman. Ik woon hiernaast. Ik ben Frans Bouwer. Oh, hey. Ja, kijk. Ik ben van Bananensplit en daar staat de camera. Nee. Je zit erin. Daar is de camera. Kijk, daar staat hij. Ja, joh. Ja,